Zeker heb ik mijn stem uitgebracht. Ja. En stemt u altijd op dezelfde partij? Meestal wel, ja. Vond dit jaar wel heel moeilijk. Wat was zo moeilijk daaraan? Eigenlijk, nou ja, ik ben niet zo heel erg politiek gericht. Ik vind het altijd lastig, want ik vind van heel veel partijen eigenlijk wel heel veel dingen goed en heel veel dingen minder goed. Dus ik vind het lastig. Wat vond u van de verkiezingsuitslag? Nou ja, die was wel een beetje voorspelbaar natuurlijk. Had u die verwacht? Ja, tuurlijk. Ja. Caroline die timmert wel aan de weg en heeft ook veel steun gehad in de media en doet het gewoon goed volgens mij. En ze is een hele erg sterke tegenhanger van het CDA en dat hebben we in Twente met name gemerkt natuurlijk. Denkt u dat ze een eendagsvlieg is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, nee, volgens mij hebben we ze goed aan de weg getimmerd. En de mensen die ze in de omgeving hebben hier, vertrouwen werkt er wel in. Maar ja, het is vaak zo als je zo'n partij hebt en je krijgt in één keer zo'n aanwas om dat te handelen. Dat hebben we bij andere partijen ook gezien die in één keer zo groot werden. Dan ging het op het laatst niet goed. Gaat er door deze uitslag echt iets veranderen in Nederland, in Den Haag? Eerlijk gezegd, geloof ik niet. Nou, de mensen die, waar ik ook toe behoor, die in de social media leven, het beter gaan krijgen. Dus, want het is best wel zwaar als je onderaan de ladder staat. Nou, ik denk als je nu kijkt naar het huidige kabinet, wat er nu zit, dat het heel goed is dat er nu vanuit heel Nederland eigenlijk een stem naar buiten is gekomen. Zo kan het niet meer. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire, hoeveel mensen gedupeerd zijn. Als je kijkt naar Groningen. Als je kijkt naar het armoedebeleid, als je kijkt naar de asielzoekers, naar het beleid daarin. Want ik vind echt dat daar heel veel in moet veranderen. Maar ook voor de mensen zelf die hier binnenkomen. Want dit is gewoon mensonterend. Maar er zijn heel veel dingen die niet goed gaan. Dus als ik u vertaal, veel mensen hebben geprotesteerd. En ja. Hebben gekozen voor de grootste partij, althans... BBB is de grootste partij geworden. Denkt u dat er ook iets gaat veranderen nu? Komen. En wie moet dan de eerste stap nemen? Nou, ik denk sowieso, als je kijkt naar onze premier, dat het belangrijk is dat hij zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. En dat hij gaat zeggen, ik ga een stap terug doen. Weet je, het is nu tijd. Ik heb de burgers gehoord, ik heb het volk gehoord. Het is nu tijd dat ik vertrek. En niet omdat hij een slechte premier is, want iedereen maakt fouten. Maar gewoon omdat er te veel fouten zijn gemaakt en hij zijn verantwoordelijkheid daarin niet heeft genomen. En dat is wel heel erg belangrijk, want een premier leidt wel dit land. En we moeten het wel met elkaar doen. Is dat een duidelijk signaal volgens u? Dat is voor mij, zoals u het ook vraagt, een heel duidelijk signaal dat het ook een keer veranderd moet worden. Ja, ik heb hem vorige week gezien op Veronica Inside. En dan denk je, hij is toch wel slim. Ze kunnen allemaal zo op hem mopperen, wegwezen jij. En aan het eind van het liedje gaat hij lachend weg en denkt zo. Ja, maar slim is wat anders dan leider te zijn van een land. Ja, ja, als hij karakter had, had hij gezegd, ik doe niet meer. Ik ben ook wel heel erg voor eigen verantwoordelijkheid. En niet zo snel wijzen naar de regering, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Je moet gewoon wel zelf proberen zoveel mogelijk. En als de mensen geholpen moeten worden, moeten ze geholpen worden. Ik vind bijvoorbeeld Groningen een goed voorbeeld. Dat vind ik echt heftig dat zo slecht georganiseerd is vanuit de regering. Dus daar snap ik heel veel mensen wel. Hè, dat je overkomt. Je hebt een huis, daar heb je hard voor gewerkt. En dat wordt niet door jouw toedoen beschadigd. Ja, dan moeten we die mensen helpen. En de mensen die de dupe zijn van de kindertoeslagenaffaire. Daarover is onlangs gezegd, het is nog lang niet afgehandeld. Klopt, maar dat... Ja, die twee kun je misschien niet helemaal vergelijken. De toeslagenaffaire is waarschijnlijk ook helemaal misgegaan. Maar heb ik me niet zo in verdiept. Mensen zeggen dat hij een behendig politicus is. Ja, dat is hij zeker. Hij is communicatief ontzettend sterk. Dus dat is echt een hele goede kwaliteit. Maar het is heel fijn als je het een fijne man vindt. En dat hij communicatief heel sterk is. Maar uiteindelijk gaat het wel over het beleid die hij voert. Maar hoe komt het dan dat hij telkens beterschap belooft. En er steeds maar mee wegkomt dat hij het niet doet? Ja, dat is wel een van zijn kwaliteiten, kun je wel zeggen. Hè? Hij is in staat om elke keer weer een gezicht te tonen van kijk, ik ga ervoor, ik sta er voor jullie. En mensen geloven dat. Hij is een betrouwbaar gezicht. Hij kan zich heel goed vertegenwoordigen. Hij kan zich heel goed profileren naar buiten. En dat zijn allemaal heel goede kwaliteiten.
En hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Maar op dit moment moet je op een gegeven moment zeggen, ik ga het stokje overdragen. De beloftes die worden niet nagekomen. Maar ja, dat gebeurt al jaren. Dat ja, er veel gebeurt wordt al beloofd. Jaren. Maar we hopen toch nu, ik toch ook zeker, met name. We hebben allemaal een gezin en we hebben allemaal kinderen. En u ziet het wel en u hoort het overal elke dag weer opnieuw. En juist daarom ook is het heel belangrijk dat een keer een ommekeer is. Hij moet het signaal van de kiezers, doordat ze bijna massaal BBB hebben gestemd, heel serieus nemen. Heel serieus nemen, absoluut. Denkt u dat het gebeurt? Ik heb mijn twijfels, daar ben ik heel eerlijk in. Maar het zou een heel vreemd signaal zijn als het niet gebeurt. Waar hoopt u op? Ik hoop wel degelijk dat er iets gaat veranderen. En niet in de zin dat mensen zeggen van iedereen moet weg, want daar schieten we niks mee op. Maar dat de problemen die er liggen echt structureel gaan worden aangepakt. Want die kunnen niet blijven liggen. Maar ja, hij zit zo lekker en hij wil nog dit verhaal uitdienen. Het plusje is behagelijk. Ja, ik denk het. Ja. En het volk mort. Ja, vandaar ook oudje stemmen. En dan hoopt u dat er iets gaat veranderen? Ik hoop het wel. Maar, weet het nog niet. Wordt vervolgd.